jullie zien hoe je een daglook kan omzetten in een avondlook. En voor de avondlook ga ik een smoky eye look creëren. En ja, ik heb dus mijn dagelijkse make-up routine al op. Het is een natural look. En ja, die ga ik dus omzetten in een avondlook. Dus ik ga niet alles eraf halen. Ik ga het gewoon bijwerken tot ik een smoky eye heb. Om te beginnen ga ik mijn bronzer wat aansterken. Want ik vind dat die voor de avonduren wel wat heftiger mag. En daarvoor gebruik ik de kleur Terra. Ook ga ik de blush wat aansterken, want in de avonduren valt het ook een beetje weg. Dus de blush ga ik ook aansterken. En dat doe ik met de kleur Sunglow. En die blend ik weer uit met de grote poederkwast. Bij een avondlook mag concealer echt niet ontbreken. En bij de natural look hadden jullie gezien dat ik geen concealer heb gebruikt. Nou, nu ga ik dat wel doen. En dat doe ik in de kleur Ecru. En die ga ik eigenlijk aanbrengen in een driehoeksvorm onder mijn ogen. Ik ga mijn bronzer wat strakker maken met de concealer. Dus onder mijn bronzerlijn ga ik het hier wat opschonen eigenlijk. En een heel klein beetje op het midden van mijn neus. Ook een heel klein beetje op mijn voorhoofd mee. En nu ga ik dus mijn bronzer cleanen. En dat doe ik door de lijn te pakken waar ik gebronsd heb. En echt, dus echt onder. Gewoon een lijn te trekken. Zo komt je bronzer eigenlijk beter uit en krijg je wat strakkere lijnen in je gezicht, wat je dus eigenlijk wil bereiken met je bronzer. Dit doe ik tot ongeveer mijn kaaklijn, want op mijn kaaklijn heb ik ook gebronsd. En ja, dus gewoon de area daartussenin. En een heel klein beetje op de kin ook. Gewoon zo. Gebruik ik nu deze brush. Het is een kleine poedervariant, vind ik. Om het poeder, het concealerpoeder weg te vegen. Of weg te blenden. Zo, en wat kun je nu doen als je deze stuk iets te wit vindt, zoals ik het nu persoonlijk wel een beetje wit vind, is gewoon mijn foundation kwast pakken en geen nieuw product, maar gewoon met het overige product wat er al op zit, een beetje gewoon de twee areas blenden. En dat is
is het contour, highlight, blush gedeelte, het gezichtgedeelte eigenlijk ook. En dan gaan we nu door met de ogen. We beginnen met de highlighter in de kleur Vanille. En ik had natuurlijk op mijn natural look al wat highlighter op, maar het is avond dus het mag allemaal iets heftiger. De highlight is echt zo'n mooie goudkleurige, geelkleurige highlight. Daar hou ik echt van. Ik vind dat zilver me wel juist iets donkerder maakt. Of donkerder ziet lijken. So perfect for the dark skin. Dan gaan we nu beginnen met de arcadeboog. Voor de arcadeboog gebruik ik de kleur Cerise. Zo, en die blend ik goed met mijn highlighter, zodat je geen harde lijnen meer ziet. Pak ik weer de highlighter in de kleur Vanille. En die breng ik een beetje aan het begin van mijn ogen aan. Zo, en nu de fun part. We gaan de kleur Macho aanbrengen. Hiervoor gebruik ik mijn ooglidkwast, dus het platte oogschaduwkwastje. En dan pak ik weer wat product op mijn kwast. En die dep ik gewoon op mijn ooglid. Zorg ook dat je die aan de bovenkant zeg maar goed inblendt in jouw arcadeboogkleur. Zodat de overgangen weer heel mooi overlopen en geen strakke lijnen krijgt. Je ziet eigenlijk dat ik met de blauwe kleur ook een heel klein beetje op het randje van de arcadeboog ga. Om wat diepte te creëren. En dat doe ik gewoon weer met dezelfde kleur. Maar het turned out, het wordt dus eigenlijk op de arcadeboog steeds iets donkerder. Ook al doe je het met dezelfde kleur. Dus dat scheelt ook weer een kleurtje. Pak ik weer de arcadeboogkwast en dan ga ik er eigenlijk niet meer product op aanbrengen, maar ik zorg gewoon dat de twee kleuren mooi in elkaar geblend worden. Wil ik ook nog wat aanbrengen onder mijn ogen, dat doe ik vooral aan de buitenkanten. Ik begin ongeveer in het midden en trek hem zo door naar buiten. En dat doe ik eigenlijk door gewoon het product aan te deppen op de plek waar ik het wil. Dus het gaat gewoon hier.
En daarom had ik eigenlijk de highlight aan het begin al aan het begin aangebracht. Zodat je precies weet waar je moet beginnen. En waar je omheen moet. Want het kan zo zijn dat je per ongeluk uitschiet. En dan is dat kleur al donker. Dus het is heel moeilijk om weer licht te krijgen. Dus nu weet je gewoon precies waar je moet zijn. En om de kleur Cerise eigenlijk een beetje terug te brengen in mijn onderschaduw, ga ik gewoon een heel klein beetje nog aanbrengen op mijn ooglidkwast. En die dep ik eigenlijk in het midden een beetje erbij. Om het af te maken kunnen we natuurlijk de eyeliner niet vergeten. Dat is de Line Fix Gel Pen. Nou, het zegt het al, het is echt voor de lijntjes. We gaan deze ook echt in mijn waterlijn aanbrengen. Om het effect wat op te sterken. Zo, dan gaan we ook eyeliner aanbrengen natuurlijk. Dat doen we gewoon zoals ik het altijd doe. Eerst trek ik een normale lijn zonder wing. En dan trek ik de lijn erna. Ik maak eerst een lijntje. En die trek ik gewoon terug. Nou, het klinkt echt heel makkelijk hoor, maar dat is het echt niet. Het heeft me echt jaren gekost om een eyeliner te kunnen tekenen. Oefening waard kunst, jongens. Als ik het kan, kan iedereen het. Want ik heb echt twee linkerhanden eigenlijk. Nou, andere kant doen we hetzelfde. We beginnen gewoon bij het begin en trekken hem door naar het eind. Eyeliner is ook optioneel hoor, want je ziet hem ook natuurlijk niet zo goed dat je een smoky look hebt. Dus eigenlijk is de bedoeling dat je bij smoky eyes geen eyeliner gebruikt, maar ik vind het gewoon mooier, omdat het toch iets meer versterkt. En dan door naar de mascara, die mag ook iets dikker. Je kan ook bijvoorbeeld wat lashes eraan toevoegen, om het extra te maken. Zo, en omdat mijn ogen best wel heftig zijn, wil ik een iets natural lipkleurtje. Dus ik ga de kleuren mixen, Matte Sierra met Berry Jam. En dan hoop ik dat er iets naturals uitkomt. Ik begin met de kleur Berry Jam. En daaroverheen doe ik Matte Sierra. Zo, dit is mijn uiteindelijke look geworden en dit zou ik bijvoorbeeld dragen als ik naar een feestje zou gaan. En bij feestjes hoort natuurlijk dansen. En wat doe je nou als je zweet? Nou, dan heeft Creative Cosmetics ook iets heel goeds op bedacht. Dat is de Finishing Touch Medium. En hierdoor blijft je make-up eigenlijk waterproof. Dus als je zweet gaat het er niet af en het biedt een beschermlaag aan dat je niet echt gaat zweten. En die breng ik eigenlijk over mijn hele gezicht aan. Om het te matteren.
Zo, dit is mijn uiteindelijke look geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, leerzaam vonden en interessant vonden. Jullie hebben nu gezien hoe ik in een kwartiertje, 20 minuten ongeveer, van een natural look ga naar een smoky look. Een look wat ik bijvoorbeeld 's avonds zou dragen op een gelegenheid. En zo zien jullie ook hoe ik bijvoorbeeld heel goed met mijn producten omga. Want ik zorg dat er niks verloren gaat. Wat ik eigenlijk doe is het niet eraf halen en opnieuw aanbrengen, maar gewoon opvullen. Dus ik heb mijn foundation iets versterkt, ik heb concealer aangebracht, mijn bronzer wat heftiger gemaakt, blush wat heftiger gemaakt, highlight ook, want 's avonds valt er gewoon heel veel kleur weg. En ja, mijn oogschaduw was heel natural. Ik heb er eigenlijk gewoon overheen gewerkt, want dat kon. Er zat geen kleur in. En mijn lippen, ja, mijn gloss heb ik eraf gehaald. En dan heb ik Sierra en Berry Jam gemixt. Ook weer even met een tissue afgedept, zodat het ook niet te heftig is. En dit is dan uiteindelijk een look geworden. Het enige wat ik nog erbij zou doen, zou nepwimpers zijn. En dan is mijn look compleet. Dat was het weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben en tot volgende week. Doei doei!